50 meter. 30 meter. We zijn vertrokken. De start is gevallen. Galoppade voor de nummer 1 Arc de Triomphe. En die verdwijnt daardoor naar het achterveld. En ook zien we van de benen gaan Anguilla River. Deelnemers gaan af op de eerste bocht. Uitgeschakeld nummer 6. Nummer 6 galop. En Anguilla River is in ieder geval uit de strijd genomen door het comité. En het is Anna Kournikova die leidt. Heeft 2 lengten voorsprong genomen. Your Mine op de tweede plaats. En zo gaan ze de bocht door. In derde positie zien we dan Zoe Wonder. Deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune in. En zo dadelijk bij het passeren van de finish hebben we dan nog een volle ronde te gaan. Paarden zijn uitgeschakeld. Dus nummer 1. Nummer 1 galop. Ook Arc de Triomphe is inmiddels uit de strijd genomen. En het is Anna Kournikova die leidt met een lengte voorsprong op Your Mine. Daarachter aan de buitenzijde opkomend de nummer 12, dat is Zufa. En die wordt gevolgd door de aan de binnenzijde opererende Zoe Wonder. Aan de buitenzijde daarvan Scooby-Doo. Scooby-Doo is ook aan de opmars bezig. En die Scooby-Doo wordt gevolgd door Avenir C. Aan de reling opereert dan de nummer 2 atleet Vredebest. En die wordt gevolgd door Willem van der Pijl met Jolan H. En aan de staart van het veld heeft Stuart Diab Yucatan Charisma genesteld. Deelnemers zijn halverwege de Klingendaal bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is aan de binnenkant nog altijd Anna Kournikova. Die heeft aan de reling positie 1 met nog 1000 meter te gaan. 3/4 lengte voorsprong, Zufa op de tweede plaats. En daar komt aan de buitenzijde Scooby-Doo naar voren. Scooby-Doo gaat naar de tweede plaats en die gaat de aanval openen op de leider. Scooby-Doo gaat zelfs een neus voorsprong nemen en neemt de leider over van Anna Kournikova. Scooby-Doo de leider, Anna Kournikova tweede naar de derde plaats. Vertrekt nu Avenir Zee. Die heeft dan die derde plaats in het tweede spoor ingenomen en ook die gaat naar voren. Verder weg in het veld Your Mine en achter Your Mine is het aan de buitenzijde opkomend atleet Vredebest en de deelnemers zijn einde overzijde gaan de laatste bocht in met Scooby-Doo de leider. Scooby-Doo heeft het commando, maar wordt onmiddellijk op de huid gezeten door Avenir Zee en Avenir Zee drukt door, neemt een neusvoorsprong bij het ronden van de laatste bocht. Avenir met Rick Ebbingen. Die heeft hier het commando nu. Aan de binnenzijde Scooby-Doo met de voordelige relingpositie. En daarachter is het atleet Vredebest aan de buitenzijde van Anna Kournikova. Galoppade voor Anna Kournikova leidt tot uitschakeling. Als de deelnemers dan in de laatste 250 meter komen en nu de eindstrijd volledig losgaat. Atleet Vredebest die komt op hoge toeren naar voren en valt aan op de leidende Avenir Zee. En aan de binnenzijde doet dat Scooby-Doo. Maar het is aan de buitenzijde atleet Vredebest met Hans Westgeest die een neusvoorsprong neemt. Op Avenir C aan de binnenzijde. Avenir C vecht terug. Het is aan de buitenzijde mogelijk atleet Vredebest. Ten koste van Avenir C. Laat het over aan de rechter. Scooby-Doo daarachter. Dan volgt Yucatan Charisma die de vierde plaats nog grijpt. Dan volgt Your Mine en de rest. De laatste 250 meter komen. En nu de eindstrijd volledig losgaat. Atleet Vredebest die komt voor de eerste plaats voor de film. Valt aan op de leidende Avenir Zee. En aan de binnenzijde doet dat Scooby-Doo. Maar het is aan de buitenzijde atleet Vredebest met Hans Westgeest. Die een neusvoorsprong neemt op Avenir Zee. Aan de binnenzijde Avenir Zee vecht terug. Het is aan de buitenzijde mogelijk atleet Vredebest. Ten koste van Avenir Zee. Laat het over aan de rechter. Scooby-Doo daarachter. Dan volgt Yucatan Charisma die de vierde plaats nog grijpt. Dan volgt Your Mine en de rest.